Hey, goedemorgen jongens en meisjes. Welkom bij een aflevering van amateurvisser.nl. Ik zit in de auto bij Leo. Hij heeft me net opgepikt. Leo is even een cappuccino'tje halen hier bij het tankstation. Dus ik denk ik neem even de intro op. Ik heb alles ingepakt. Dat hebben jullie al in het vorige stukje gezien. We gaan snoeken. We gaan door de aas in de polder. Dan gaan we eens even kijken of we een paar mooie snoeken kunnen vangen. Ik heb de doppeltjes aan de hengels gemaakt. Alles klaargemaakt. Dus ik heb er veel zin in. Ik kwam niet zo goed uit bed vanmorgen, want het kwam omdat ik pas om 1:30 of zo ging slapen. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. We gaan veel plezier hebben vandaag, dat weet ik nu al. Björn komt ook. We gaan even kijken of we een paar mooie snoeken tegen de tanden aan kunnen butsen. Het was even een beetje druk langs de waterkant. Leo zijn dobber die ging de hele tijd bewegen. Dus ik zei beet. Dus ik kijk, camera aangezet, andere camera aangezet. En ik sta hier een beetje te filmen en echt 10 seconden later ik je hebt ook beet op de rechterhengel. Dus ik heb mijn eigen hengel weer alle andere camera's aangezet. Nou, even een heel gedoe, maar we hebben twee mooie vissen aan boord aan de kant. Jongens, we zijn even wat aan het verkassen. Twee uurtjes gezeten op die vorige stek. Oh, hier is ook modder. Maar op een gegeven moment was de aanbeet eruit. En dachten we gaan even 100 meter verderop zitten. Dus even door de modder baggeren hier. Maar dat maakt niet uit, daar gaan we niet dood van. Mercy, blood in the sky, burning time.
Nou jongens, we gaan weer even naar een andere stek knallen. Die ene snoek die ik hier gevangen heb, dat was ook de laatste op deze stek. Dus ja, als je dan zo'n anderhalf uur gezeten hebt en dan niks meer gebeurt, dan kun je beter een beetje verkassen. Dus dat zijn we nu aan het doen. Ik zal even wat van de montage laten zien. Ik heb hier 1900ste Power Pro met een stopper. En daaronder een rubberen kraal. Daaronder een wartel waar ik de dobber aan vastgemaakt heb. 30 gram dobber, 25 gram lood eraan. Nog een kraal hier. En daaronder een ton wartel met een 1900ste fluorocarbon. En aan het uiteinde een Fastech. En aan die Fastech heb ik een Owner Haak Dreg maat 1 zitten. Hangen! Yes! Goed zo jongens, zeg toch! Zegt hij, joh, gaat er weer aan vangen. Goeie! Oh, mooie poldersnoek, zou je even net pakken? Daar heb je het net. We zijn weer even verkast naar de vierde stek. En ook al een half uur gezeten op de vorige, maar geen tikje gehad nog. En Björn gooit hem erin en na 5 minuten hadden we een mooie snoek. Ik denk 60-70, een mooie poldersnoek. Maar ik heb geen beet meer gehad al een tijdje, dus voor mij mag het ook wel weer eens gaan gebeuren. Ja, we weten niet echt, het blijft vissen natuurlijk. Zo, we zitten hier nu en het zonnetje begint een beetje te schijnen, dus dat is wel even lekker. Na die mist van vanmorgen. Ik laat het een beetje op, maar het zal niet van lange duur zijn denk ik, maar dat maakt niet uit. Ben je een beetje lenig, Tom? Ik lenig? Nee. Ja? Ik ben zo stijf als een hark, jongen. Oh. Maar ik kan die kar hier gewoon laten staan. En mijn tas pakken. Nou, kijken of we daar overheen kunnen springen. Oh, hier kunnen we erover, toch? Oh. Ik denk ook niet daar springen. Kut, kut, kut. Ja, ik afzet hier. In de stroom. Hey Tom, staat erop. We zijn ook knettergek ook, hè. Nou jongen, als hier snoek zit, dan vangen we hem. Kijk, zie je een grote mossel, jongen. Die zou ook groot dingen kunnen worden, hè? Ja. Ach, goed, ik moet in mijn vis trappen, hè. Kut. We hebben even een stukje gekluund. We moesten nog even over het water springen en zo. Maar we zitten nu op wel een hele mooie stek. En de stek ligt er ook nog een keer heel mooi bij met de zon een beetje erop. Eens kijken of we hier een aanbeet kunnen krijgen. Maar het moet toch haast wel. Dit ziet er zo snoekerig uit. Het is ook wat dieper hier, lijkt het. In ieder geval dieper dan waar we er straks waren. En daar bij die duiker en zo, dat moet gewoon een beet opleveren, moet gewoon snoek opleveren eigenlijk. Dat kan bijna niet anders. Waar is die? Hij blijft weg. Nee, ja, laat maar. Zo dan. Oh, los. Hij is eraf. Oh. Jammer.
Er gaat er eentje met mijn dobbel vandoor. Hij gaat nog steeds, hier. Die linkse dobbel. Dan komt hij weer deze kant op. Het is tenminste zwemmen. Hij zwemt, hij zwemt. En waar wordt hij? Oh ja, film maar. Ja. Hij is een cruiser, zie je dat? Ja, altijd. Ja, ik ga hem mappen. Ja. Oh, nog treffen. God, hoe kan dat? Snel ingooien, want die pakken vaak nog een keer. Nu ga je hem toch pakken. Come on. Ik ga hem slaan. Yes. Vind ik grote. Kijk of ik hier op kan staan. Wat een wild zijn die, hè? Een wild, hè? Kijk of ik hem zo kan pakken. Huh? Auw! Haha, die heeft me diep gebeten, jongen. Oeh! Ja, doen we even de tang. Oh, dat was diep. Nou, die mag die hebben. Die mag die hebben. Oh. Eet hem maar lekker op, jongen. Daar gaat hij. Hey, jongens. Rijg met zijn tand erin. Auw, auw, auw. Ik heb er voor elkaar met hem. Dit ding was hier. Raak. Oeh. Heb je geen doekje bij of wat? Oh, ik heb het toiletpapier bij. Ja, dat was niet zo slim. Van amateurvisser, weer een amateur alert. Een groot bloedbad. Nee, allemaal kleine sneetjes zeker? Nee, één hele diepe. Maar hij had één dikke tand. Kijk. Eén dikke tand had hij. Ja. Kutsneetje. Dat was een vet amateur alert, jongens. Ik denk, pak hem wel even hier uit de kant, hoef niet. Dan zit hij net te tollen en zo. En ik pak hem met zijn, volgens mij de langste tand die hij had, beet hem in mijn hand. Echt, zo moet je het dus niet doen, hè. Dus dat is, alleen op amateurvissen.nl zie je ook de dingen die misgaan. En dit gaat wel een keer mis. Ik ken ook niemand die voor de snoek heeft gevist, die dat niet gebeurd is, maar... Ah, dit is wel een diepe tand, jongen. Ik doe het echt pijn. Ik zit diep mijn hand in gegaan. Ja, dat was weer een heerlijke vissessie. Lekker door het weiland geploeterd. Honderden meters, kilometer door het weiland geploeterd. Ik ben helemaal gaar. Dus ik ga even snel kijken naar het commentaar op de vorige video. Dat was de video dat Jurgen die dikke snoek had gevangen op de boot.
Even kijken, Ilke Lauwens zegt 13 stuks vind ik taai. Ja, dat zegt Jurgen. Ik ben al blij dat ik eentje in een sessie van top video heb, man. Ja, we zijn een beetje verwend, denk ik. Maar als je met de boot gaat, dan is één vis minder dan wanneer je vanaf de kant gaat, denk ik. Ja, ik hoop ik zeg weg met die kutcamera. Ja, dat zei Jurgen in die video, echt wel. Danny Visser zegt wat een bak van een snoek, mooie vangst, Jur. Zeker weten. Tim Jansen, klassevis, teurvisser. Teurvisser. En Jurgen, Mr. Pike, ja zeker, dat was een mooie dikke. Twin Carpanel, heerlijke video weer, altijd genieten. Joes, wow, wat een snoek. Dat enthousiasme van jullie is geweldig. Ja, soms zijn we wel een beetje adi-adi op de boot, maar dat maakt niet uit. Dus elke vis is weer een verrassing, zeg maar. Dat is helemaal goed. John van den Praag, mooie video weer. Lekker pakbeest. Ga zo door. Prettige feestdagen en gezond en visrijk 2021. Dat wens ik jullie natuurlijk ook allemaal toe. Wat een spanning met die snoek, zegt KB Fishing. Heerlijke video, zeker. George Wink zegt, ik wens jullie fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar. Sweet Lake Fishing, goed bezig vriend. Jazeker. Gaan we video. Hoe lang was die nou? Volgens mij was die, zegt de SK. Die was volgens mij 1,04 meter. En een vette outro van je video. Ja, zo kunnen we. Ja, cool hè. En Mr. Fake Movie zegt, wat een passie, daar hou ik van. Ja, wij ook. Jongens, ik val bijna recht op de slaap, dus ik ga er een einde aan breien. Ik wens jullie alles wat jullie mij ook wensen. En tot de volgende keer. Keep on fishing.